Hierzo Rood en Murph van Capelle aan de Twijfel, altijd in samenwerking met Radio Capelle. Wat is er aan de hand? Koningsdag. Gefeliciteerd, koning Alexander. Hè? We gaan gewoon even kijken, even oude herinneringen ophalen voor onszelf. En natuurlijk gewoon even kijken wat de mens brengt hier in Capelle Centrum. Laten we gewoon even kijken, kom mee. Laten we gewoon even kijken wat Mainstage doet. Komt hij dan, hè? Hey. Jullie ook druk bezig? Hè? Kijk, iedereen is bezig voor Capelle, met Capelle, door Capelle. Leuk man. Allemaal bekenden natuurlijk. Yes, yes, yes. Oude klasgenoten, Capelle in de huis. Lekker man. Hoe is het jongen? Ja, goed. Ja, gaat goed. Ja, ook, ja, lekker man. Ja, doe groetjes aan je broertje. Zo doen man. Yes. Iedereen komt samen, zo zie je het man. Dit is toch gewoon geweldig. Hoe is het hier met de sfeer? Gezellig. Ja, gezellig. Koffie. Goed zo man. Het is toch gezellig. Helemaal leuk man. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja, gaat het goed jongen? Kijk hier, de sfeer zit er weer goed in. Het gaat wij lekker goed man. Niet naar huis. Lekker man DJ. Wij gaan niet naar huis. We gaan voorlopig nog niet naar huis hoor. We zijn net gekomen. Dit is nog een. Lekker man. Lekker gezellig. Hier zie ik een gezinnetje ook genieten. Hoe is het met jullie? Ja? We zijn van Radio Capelle. Mijn naam is Robert. En dus mijn vriend Murph. Dicht bij het podium. Hoe gaat het? Want yes? We gaan hier een prijs okay. Uitdelen. Heb je het voor degene mee? Die ja, is wel leuk. Ja? Mooiste ja? Ga je kan dansen. En die krijgt van mij. Ga je nog wat dingen verkopen of ga je alleen maar dingen? Dus dans lekker mee. Van het geld. Ja. Dat heb je al gedaan. Het staat al helemaal vol. Ik kijk naar die steentjes en ik denk gewoon terug aan vroeger. Hoe was het? Hoe leuk was het om daar je oude rommel neer te zetten en daar gewoon geld voor te krijgen? Allemaal lekkere steentjes, allemaal foodtrucks. Ja, het is toch hartstikke gezellig. Laten we gewoon kijken of mensen wat te vertellen hebben. Hallo, goeiedag. Hallo. Hoe gaat het met u? Goed, hè? Ja, wat gaat u hier doen vandaag? Nou, even kijken. Even kijken? Ja. Even wat van de gezelligheid proeven? Precies, ja. En misschien ook nog wat lekkernijen proeven? Ook, zeker, ja? Zeker. Nou, geniet u ervan, hè? Ook zo. Oké. Okay. Ja. Kijk, iedereen komt met verschillende duweinden hier natuurlijk. Zij komt gewoon een beetje de sfeer proeven. En wij gaan zo meteen gaan we even de stands in. En dan gaan we daar ook eventjes polshoogte nemen. Kijken gewoon wat hun hier brengt. Ik zie gewoon dat er echt gewoon serieuze ondernemers hier staan. En die ook gewoon hun producten aanbieden. Dus we gaan gewoon even kijken of we wat vragen kunnen stellen. Oh, het ruikt in ieder geval super lekker. Allemaal lekkernijen hier zo zie ik. Allemaal gebak dingen. We gaan gewoon even vragen. Hoi, goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed natuurlijk. Ja? Gaat goed met de verkoop, hè? Ja. Want van welke bakker zijn jullie? Luxe Bakkerij Maris. Oké. Nou, Luxe Bakkerij Maris is hier. Ziet er allemaal lekker uit. Het is ook druk. Volgens mij gaat het goed met de verkoop. Ja. Ga dat nog één keer proberen te vragen. Hoe gaat het met de verkoop vandaag? Ja, het is hartstikke mooi weer, dus we hebben het echt goed aan ons zin. Goed zo, man. Hey, succes er vandaag. Ja, super. Ik ga gauw weer verder. Oké. Nou, ze zijn super druk. Laten we ze niet storen. Maar dit is toch gewoon mooi om te zien. Jonge ondernemers, die staan hier gewoon lekker een pakket te verkopen. En wat zeg nou eerlijk, we hebben daar toch allemaal trek in? Iets roods, niet oranje, maar iets roods. Het zijn wel de lekkerste aardbeien die ik tot nu toe heb gezien. Lang me blij, kijk, dat bedoel ik. Ik heb een cirkel blauwe bessen, frambozen blauwe bessen. Wat is je naam, jongen? Daan. Daan. Daan Doog. Daan Doog. Ja. En jij staat hier je spullen te verkopen? Ja, klopt. Oké, goed zo. En gaat de verkoop goed? Ja. Oké, nice. Gaat heel snel. Heel veel succes vandaag. Ja. Wil je nog groetjes doen aan iemand? Groetjes! Loop lekker mee, jongens. We gaan gewoon even kijken. Goeiedag. Goeie koopjes al gehad? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, oké. Okay. Nou, dit is toch gewoon geweldig. Iedereen is gewoon op zoek naar iets leuks. Gewoon gezelligheid proeven. En misschien een koopje erbij, hè? Of niet, mevrouw? Kijk eens, mooie antiek. Hè? Gaat de verkoop goed vandaag? Ja? Kan nog beter. Nou, we zijn weer eventjes weer bij een stand aangekomen, jongens. Er zijn weer heel veel boeken om te lezen. Hoe duur is het zo'n boekje eigenlijk? Maar 1 euro. Dus je kan pinnen, een tikkie of cash. Dus je kan gewoon kiezen.
mag ik wat vragen? Natuurlijk. Ja, hoe komt het zo dat je pinnen en een tikkie? Nou, we willen altijd denken aan mogelijkheden ook voor iedereen. We willen het voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken. Okay. Dus wij zo spreken, als mensen geen contant mee kunnen hebben en die hebben altijd een bankpas mee, ja, dat is gewoon de tijd van nu, de generatie van nu. Dus ja. Hey, kijk, dit is slim, hè? Ja. Dit is ondernemen. Wat hadden we nou in de podcast gezegd? Ondernemen, netwerken is netwerken en ondernemen. Ja, dat moet je denken in oplossingen en niet in problemen. Nou, we zijn weer aangekomen bij een ander gedeelte van de Koningsdag, van het verkoop. We zien hier gewoon Leidse Single 2. En voor mij is zoveel nostalgie. Hier heb ik gewoon op school gezeten. De school ziet er wel anders uit, opnieuw opgebouwd. Maar hier begint het. En dan zou je denken van, voorheen was dat niet zo. Maar waarom zouden ze hier beginnen? Ja, natuurlijk door de werkzaamheden bij Capelle Centrum moet je toch een beetje uitweiden. Nou ja, wat ik hier zie en wat mooi is natuurlijk, wat mij weer opvalt, is natuurlijk de skyline. Niet de skyline van Capelle, want die hebben wij niet, maar de skyline van Rotterdam. Ik vind het een heel bijzonder stuk. Jongens, mag ik jullie wat vragen? Hoe kom je aan dat mooie schilderijtje? Mijn oom die heeft hem uit een helder, uit Den Helder. Uit Den Helder? Ja, hij is daar voor het leger. Oké. En jullie willen er van af of zo? Ja. Oké. Okay. Ja. En voor hoeveel verkoop je hem? €5. Nou, dat zijn toch hele mooie prijsjes. We waren net bij een stand, die waren wat aan het verkopen. Maar deze jongen, die heeft nog iets veel slimmers bedacht. Vertel eens, wat is jouw uitgangspunt van vandaag? Nou, ik had een voetbalkaartje meegenomen van Parijs. En die heb ik de hele tijd doorgegeld tot een bal en een paar Pokémon-kaarten. Ja, kijk, dat bedoel ik. Ouderwetse ruilhandel. Hoe slim is dat? Je hoeft geen geld uit te geven, maar gewoon een product voor een product. En is dat op een eerlijke manier gegaan volgens jou? Ja, zeker. Nou, dit zit geld tellen, mevrouw. Dit ziet er goed uit. Tellen. Hebben we al wat verdiend? Niet zoveel. 24 euro. Oké, okay. En hoe lang gaat jullie hier blijven staan? Binnen een half uur. Binnen een half uur? 20? Ja. Nou, dat is toch een mooi, dat is toch een mooi uurloon? Ja. Of niet, meneer? Natuurlijk. Goedkoper. Is oké. Okay. Dat is 1 euro, 2 euro, dan gaan die mensen wel kopen. Ja toch? Ja. Nou, succes hè. Oké, dankjewel. Fijne dag. Hier zijn allemaal lege plekken, dus de verkoop is hier hartstikke goed gegaan. We zien hier mooie schilderijtjes, wat staat er allemaal op? Feeling nuts, nou dan kennen ze mij hè. Ik ben een beetje gek natuurlijk. Laten we eens hier kijken. Allemaal Paw Patrol dingetjes. Goedemiddag. Mooie vrouwen aan het zonnen natuurlijk. Ja, lekker mooi zijn hier zo. Ja, zeker, zeker. Kijk, mensen. Lekker tropisch, hè? Hoe gaat het met de verkoop, dames? Fantastisch. Ja? Maar als je nou nog een beetje die mensen van daar allemaal hierheen wil halen. Ja, maar kijk, ik zat net te denken van, is dit nou het begin of het einde? Wij zijn allebei. Nou, we zijn hier dus aangekomen bij het begin en het einde. Let's go. U bent voor de... Voor de regeling, toch hier? Voor de verkeersregeling. Is het begin of het einde, meneer? Dit is het einde. Dit is het einde? Ja, okay. Dit is het einde. En voor hoe lang staat u er al? Sinds hoe lang? Vanaf 9 uur. Vanaf 9 uur, ja. Oké, okay, nou, de meneer is hardwerkend. Die zorgt dat gewoon hier... Die zorgt gewoon dat hier alles... dat de auto's niet door kunnen rijden. En dat het verkeer gewoon wordt geregeld. Die een beetje hinder zou kunnen ondervinden. Nou, we zijn hier weer bij een stand aangekomen. Allemaal babyspulletjes. Mevrouw, wat verkoopt u hier allemaal? We hebben leesboekjes, dvd's, een hoop knuffels, okay. Jongenskleren, meisjeskleren. Want, alles en nog wat. Want er komen geen kinderen meer aan? Nee, nee. Wij zijn er klaar mee. Het bruiste vandaag. Er zijn veel bezoekers, veel gezelligheid. Of je nou aan de verkoop bent, of je nou iets aan de bezoeker bent. Voor de gezelligheid gewoon bij je mensen bent. Het is gewoon allemaal leuk, man. Kom gewoon lekker naar Capelle. We hebben nog een hele dag te gaan. Het zonnetje schijnt. En let's go, man. Nou, we zijn weer gewoon weer bij een leuke standje aangekomen natuurlijk. Ik zie weer van allemaal leuke boekjes. Misschien wil de mevrouw zelf wat vertellen. Hey, goeiedag. Wat is je naam? Julia. Julia. En wat verkoop je allemaal, Julia? Kleding. Ja, kleding. Boeken. En nog voetbalschoenen en pennies. Van alles wat een beetje. Okay. Wilde je er van af of pas je de voetbalschoenen niet meer? De voetbalschoenen pas ik niet meer en de andere kleren hoeven we niet meer en willen we vanaf, ja, okay. Eigenlijk. Hey, en waar zit je op voetbal? Bij DCV in Krimpen. In Krimpen? Gewoon niet bij Capelle, gewoon VV Capelle of zo? Nee. Nee? We
wonen dicht bij de brug. Dus Dus ja. Dat was een betere uitkomst voor jou. Ja. Oké. Okay. Wil je nog groetjes doen aan je teamgenoten? Ja. Heel veel groetjes namens jullie, hè. Ja, wij zijn hier, steunen met de koning! Wij zijn hier Hé, wil je nog wat zeggen? Fijne Koningsdag allemaal! Kijk, dat bedoel ik. Allemaal spontaniteit. Het is lekker spontaan. We hebben genoten. Ik ben hier natuurlijk uiteraard nog steeds met mijn man Murf. Ik ben Rood. Capelle aan de Twijfel, de podcast. We zijn natuurlijk te checken en te beluisteren op Radio Capelle. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Ik geniet gewoon, man. Het is gewoon fantastisch om hier te zijn. Ik heb een beetje nostalgische momenten gehad. Toen we terugliepen om even te kijken op de kleedjes waar allemaal dingen werden verkocht. Waren mensen met nieuwe initiatieven. Niet alleen maar cash, maar ook gewoon pinnen of een tikkie, jongens. Alles kan in Capelle. Thank you. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor